Jaren geleden, tijdens een vakantie van koningin Maxima met haar gezin in haar geboorteland Argentinië, deed zich een opmerkelijk incident voor. In het dorpje Villa la Angostura, waar ze verbleven, was Maxima op zoek naar empanadas. Toen ze een lokale eetgelegenheid binnenliep, vroeg ze om empanadas, maar de kok, die niet wist dat hij met de koningin sprak, moest haar teleurstellen: er waren op dat moment geen empanadas beschikbaar. Later kreeg de kok een flinke uitbrander toen zijn collega ontdekte wie Maxima eigenlijk was. Dit verhaal kwam onlangs weer in de Argentijnse media naar boven. Het incident vond plaats in 2012, een dag voor kerstavond. Maxima, samen met koning Willem-Alexander en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane, was op vakantie in Villa la Angostura, waar ze vaak verbleven omdat Maxima's broer, Martin Zorik-Jeta, daar woont. Die middag was er een fotosessie bij hun verblijf, waar Maxima tegen de pers zei: We komen hier om te genieten van de natuur. Deze plek is prachtig, zelfs met regen. Na de fotosessie vertrok de pers, en zoals gebruikelijk stopten de journalisten even bij een cafetaria aan de Avenida Arayanus. Kort daarna kwam Maxima, met een van haar dochters aan de hand, dezelfde zaak binnen om empanadas te halen. Zonder enige opschudding vroeg ze om empanadas met ham en kaas, maar de medewerker moest haar teleurstellen. Toen ze de cafetaria verliet, werd ze herkend door de pers, die ze vroeg geen foto's van haar te maken, omdat het regende en ze alleen met haar dochter was. De medewerker, die zich nog niet bewust was van haar identiteit, vroeg verbaasd wie de vrouw was. Toen hij hoorde dat het de koningin was, stormde hij de keuken in en gaf de kok een flinke uitbrander.